Dankzij Rick van Stippend worden de meest uiteenlopende auto's weer fabrieksnieuw. Iedere week neemt hij je mee in zijn wereld en leert hij jou de fijne kneepjes van zijn vak. Beetje bruut, hè? Zullen we gewoon eens even starten? Een atmosferische V10, 5,2 liter. Het is alleen ook voor echte Italiaantjes gemaakt. Dik, hè? Oh, heerlijk dit. Mijn god. Zo gaat de choke uit en dan kunnen we een klein beetje gas geven. Let op, 3, 2, 1. Hoppa. Hoor je hem open gaan? Lekker, hè? Dat is een beest, hoor. Het is echt een beest. Maar dan mankeert hier iets aan, want hij blinkt niet. Ik, de poetsmaniak. Hier zit dus een matte lak op en die kun je ook poetsen. En waarom dat ik het toch wel wil behandelen, is omdat het steeds vaker voorkomt. Vroeger was het meer een soort rap of op een zeer exclusieve auto. Maar tegenwoordig ook gewoon een BMW, Volkswagen of zelfs een Ford kun je in het mat bestellen. Oh, dit is echt waar, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Nou, we gaan nou echt even poetsen, want anders dan staan we hier over een uur nog. Stel, je hebt dus een matte auto. En die wil je poetsen of polijsten. Nou, dan kan ik je al één ding verklappen, dat kan niet. Dus zit er een kras op een matte auto en je gaat hem polijsten, dan wordt die hoogglans en dan krijg je dus vlekken op je auto. Je moet het dus voorkomen. Dat kun je doen op twee manieren. Enerzijds is door er niet mee te rijden, dat kan natuurlijk niet. En anderzijds is door hem in te pakken met een beschermfolie. Is een tip. Is bij deze auto ook gedaan. Dit zit dus in de folie en dit niet. Anderzijds, hij wordt natuurlijk vuil, want je wil rijden met een auto. Daar is hij immers ook voor bedoeld. De wasvoorschriften zijn exact hetzelfde als van een normale auto. Alleen wel kun je, als je echt zware vervuiling hebt, kun je dus een matte auto ook gewoon kleien. Dus als je bij wijze van spreken of teerpuntjes, je kunt bijvoorbeeld niet met een tere lijn verwijderen of met een polijspasta vast vuil van een matte auto afhalen. Dat gaat niet. Met een kleidoek kan dat dus bijvoorbeeld weer wel. Als je hem hebt gewassen en er zitten lichte sporen van gebruik op, hebben we daar een speciaal product voor. Als je dat erop aanbrengt en je poetst hem uit, dan krijgt de lak iets meer beading. Dus hij loopt beter af enerzijds en anderzijds wordt hij net wat donkerder van kleur. Dus ook dat hij beschadigingen maskeert. Dus dit is ook speciaal bedoeld voor matte lakken. En dan kun je wel zeggen, ja, maar je maskeert het. Alleen maar. Ja, maar je kunt het niet polijsten. En vaak als je gaat spuiten, krijg je ook weer een hoop kleurverschil. Dus dit is wel een ideale oplossing. Eigenlijk moet je het zo zien. In de poriën van de lak, daar laat je een soort laagje achter. Dat is hetzelfde als dat je je huid, zeg maar. Autolak moet je ook vergelijken met je huid. Als je het insmeert met een hoogwaardige bodylotion. Hij is nou meer een soort satijnglans, hè? Dus hij is mat, maar hij is vol van kleur. Hij leeft echt. Dat willen we hebben. We gaan vandaag nog een belangrijk onderdeel behandelen. En dat is de velgen van een auto. Ze zeggen altijd schoenen maken de man, velgen maken de auto. Maar het is ook belangrijk dat je ze heel goed schoonmaakt. En vooral wat er gebeurt als je dat dus niet doet. Ik ga eens even een velg pakken die aan de andere kant van de wereld heeft rondgereden. Sterker nog in Ghana. En daar is jarenlang niks aan gedaan. En dit gebeurt er dus als je je auto niet goed bijhoudt. Aan de voorzijde, wat je ziet, zul je alleen een soort aanslag zien. Maar aan de achterzijde branden ze gewoon helemaal in en blijft er eigenlijk nagenoeg niks meer van over. Maar hoe kun je dit nou zelf oplossen? Dat ga ik je uitleggen. Ik heb even mijn emmer inclusief rooster. Uiteraard de welbekende multi-detail. En mijn handschoen, die heb ik uiteraard wel nodig. Even kijken. De velgenreiniger. Sprayen we hem helemaal in. Dan heb ik gewoon simpelweg een emmertje water zonder ook maar een shampoo erbij. Hè? Zie je? Het is gewoon alleen water. Puur om te laten zien wat de effectiviteit is. Een zachte kwast, zodat hij niet krast. Let op wat er gebeurt. Kijk eens. Dit is mega. Dit is niet normaal. Ik sta er zelf van te kijken. Dit is echt, dit is te gek. Kijk eens. Niet normaal, hè? Een kleine zaken nawerken. En dan is hij echt als nieuw. En wat we nu doen is de high gloss erop aanbrengen.
zodat hetgene wat we schoongemaakt hebben ook goed beschermd is. En dan heb je, mocht je dit na elke poetsbeurt doen, heb je niet eens geen velgen reinigen meer nodig. Hier wordt je leven niet bepaald makkelijker op, maar het poetsen van een auto, gelukkig wel.